Ja, Pascal, je bent een beetje al bekomen, denk ik. Een beetje, nog niet helemaal. Het was nog even spannend. Nu, ik vind dat we na de eerste set, waar we ook niet slecht gespeeld hebben, waar het op details aankomt, dat we een heel goede match hebben gespeeld. Altijd alles onder controle hebben gehad. Tot op het laatste even, dat we dan nog even schrik krijgen misschien om te winnen. Ook dat besef van, ola, we gaan hier winnen. Dus het wordt nog even spannend. Maar ik ben toch blij dat we 3-1 gewonnen hebben en geen bijkomende set moesten spelen. Ja, Gea Happel, Amigos Zoersel, ja, schrijft eigenlijk geschiedenis vandaag. Ja, we schrijven geschiedenis en ik denk dat dat mooi is. Dat is mooi voor de club, dat is mooi voor de ploeg. Ook voor de meisjes. We hebben er heel hard voor gewerkt. En we wilden ook wel echt winnen om dan tegen Sopot uit te komen in de volgende ronde. Waar dan ook wel iemand van de nationale ploeg van België speelt. En een topploeg in Europa, dus wel mooi. Ja, vandaag ook. Ja. Ik denk bijna 1000 supporters aanwezig hier. Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. Hè. Ja, geweldige sfeer natuurlijk. En, ja, dat is gewoon geweldig als je zo kunt spelen. Er is ook heel hard voor gewerkt, ook door de mensen hier rond. En ja, dat is gewoon schitterend. Ook de meisjes vonden ook allemaal schitterend. Dus dat is prachtig als je dan zo kunt winnen natuurlijk. En dan komen we nog een wedstrijd bij. Ja. Jullie mogen naar Polen, hè? Ja, we mogen naar Polen nu. En goed, we weten dat het dan een topploeg is. Maar goed, niks moet, alles kan. En we moeten daar gewoon een heel goede wedstrijd tegen spelen en gewoon van genieten. Dat is wat we moeten doen nu.